Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Jordi gaat vandaag niet naar school. Hij heeft zo'n oorpijn. Hij knarst tanden. Altijd als Jordi pijn heeft, doet hij tanden knarsen. Dus hij gaat niet naar school. Ik heb de dokter al gebeld. Hij gaat om 10:55 naar de dokter. Niels die doet dat met hem. Dus het zit hem even niet lekker. Jij moet zitten op je kont. Goed zitten. Hij is verdrietig. Want Niels kwam thuis om met Jordi naar de dokter te gaan. Dus hij is een beetje chagrijnig en verdrietig. Maar hij doet een beetje pijn. Nee, je gaat niet op tafel. Ik ben helemaal gek geworden hier. Niels is dus met Jordi naar de dokter. We gaan het dadelijk even zien. Ik heb wel aangegeven dat ik eigenlijk liever een drankje heb dan druppels. Want hij blijft wel heel lang tobben nu. Dus ja, we gaan het zien. Ik heb trouwens deze van de week gekocht. Ik ga deze dadelijk, als de kinderen slapen, uitproberen. Ik ga jullie meenemen daarin. Ik weet niet wat ik ervan moet verwachten. Misschien gaan we wel iets grappigs verzinnen. Misschien kom ik wel helemaal rood uit alles. We gaan het uitzoeken. Jordi is naar de dokter geweest met Niels samen. We zijn nu lekker een broodje aan het eten. Hoe raar het ook is, hoe raar het ook klinkt. Jordi wil wel gewoon lekker eten. Dus dan krijgt hij dat ook. Jordi heeft dit gekregen. Het is een antibioticum, een vrij agressieve vorm. Moeten we 5 druppels 3 keer per dag erin doen. Dus we wat 3 keer per dag ruzie maken. Maar goed, hè, we hebben het ervoor over. Het moet binnen 2 dagen beter zijn. En als het niet beter is, dan moeten we bellen. Heb je je broodje weer op? Alsjeblieft. Ondertussen zijn we gewoon lekker eventjes rustig aan het doen. Liam is ook nog niet helemaal 100%. Hij heeft ook nog wat oorpijn. Hij krijgt daar ook gewoon een zetpilletje. Als dat morgen nog niet voorbij is, ga ik ook nog even bellen ervoor. Maar het ene moment is er niks aan de hand. En het andere moment, ja, dan... Dan is er wel iets aan de hand. Dus ja, maar die zit ook lekker te eten. Dus alles gaat gewoon wat dat betreft zijn gangetje. Gelukkig. Ja, Jordi, je krijgt weer. Alsjeblieft. Dus ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Maar eerst maar eens even zorgen dat de kindjes lekker een broodje hebben gehad. En dat ze daar lekker naar bed kunnen. Kindjes liggen op bed. Jordi wil ook nog niet slapen. Maar ik wacht het heel eventjes af. Ik ga toch heel eventjes dit ding doen. Kijken hoe en wat. Ik heb 2 AA batterijen. Want die waren erbij nodig. Die zitten er niet bij. Deze heb ik dus bij de Action gekocht. Hij kost €4,95. En laten we ze eventjes gaan testen. Ik ben wel benieuwd als het maar niet zo gaat zoals met die tandenborstel. Ik ben benieuwd. Nou, ik heb hem opengemaakt en dan zie je dit. Dan heb je hier de beschrijving van dat apparaatje. Ik zal er gelijk heel eventjes de batterijtjes in doen. Zeg. Hoppakee. Nou, ik ben eens benieuwd. Eens even kijken. Want hier staat hoe dat het gaat, hè? Dus ik heb even een paar wegwerphandschoentjes erbij gepakt. Want Maar wat er dus in zit, is dat apparaatje. 2 borsteltjes, een dag- en nachtcreme en een face scrub. En dan nog een rubberborsteltje. Het is een rubberborsteltje. Die is echt wel zacht, moet ik zeggen. En dan heb je deze borsteltjes. Die zijn ook niet heel hard. We gaan eens even kijken. Gezichtscrub. Dankzij zacht. Blablabla. Nou. We gaan het gewoon eens heel eventjes doen. Dus ja, hè. Door het te doen.
Weet je of het werkt? Maak hem open. Er zit zo'n dinges op. Ik weet allemaal niet hoe dat heet. Ik doe dit normaal nooit. Ik was er gewoon benieuwd naar. Ik denk, nou, laten we het eens proberen. Hey. Ik kan dit toch niet, joh. Hop. Ik ben daar een beetje te boos voor. Maar ruikt wel lekker. Het is niet zo dat hij heel erg... ja, hoe heet dat? Heel erg... Hij ruikt een beetje frissig. En het voelt ook echt als een scrub. Een hele lichte scrub. Nou, laten we het maar eens gaan proberen. Laten we het gewoon eens met dit borsteltje doen. Ik weet echt niet wat ik moet verwachten of wat dan ook. Dus... Dan gaat hij ronddraaien. Ik moet wel zeggen dat deze iets meer herrie maakt. Dus ik ben blij dat die iets minder hard een herrie maakt. Maar laten we het eens gaan proberen. Ik smeer het heel even op mijn gezicht. Ik heb net trouwens al eventjes mijn gezicht nat gemaakt. Met dit. Laten we het gewoon eens even proberen. En je kan natuurlijk altijd een beetje water toevoegen. Ik sta nu ook bij de kraan. Dus ik kan gewoon mijn hand een beetje onder de kraan doen. Ik vind hem best lekker ruiken eigenlijk. Maar ik hou niet zo van het hele zware spul, zeg maar. Dus laten we het eens gaan proberen. De reden ook dat ik dit wil proberen is omdat ik gewoon merk dat ik heel veel oneffenheden heb. En qua oneffenheden bedoel ik heel veel meeetertjes. En ik daar zelf gewoon last van krijg. En ook omdat ik zie dat ze er zitten. Dan heb ik gisteren mezelf helemaal schoon geknepen en gedaan. Maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je het dan niet bij moet houden. Want dan moet ik wel. En ik heb bovenop gewoon spul staan om het om mijn gezicht mee te schoon te maken. Maar voor mijn gevoel, ja, is het nooit schoon, zeg maar. Heel krom gezegd misschien, maar ja. Ik merk wel echt dat mijn huid gescrubd wordt nu, hoor. Het is niet heel vervelend of zo, dat niet. Alleen dat haar, dat haar. En ja, ik kan iets ervoor houden, maar daar heb ik geen zin in. Ik heb geen zin om naar boven te lopen. Om dat te pakken. Zal ik eens dat andere borsteltje proberen? Want ja, we hebben hem toch. Ik weet niet wat ik fijner vind. Dit is zachter, maar je voelt dat je huid iets meer wordt gemasseerd. Dus in dat geval is het dan wel weer fijn. Maar of het echt qua reinigen goed gaat, dat weet ik ook niet. Misschien moet het natter zijn. Wacht. Oh ja, als het natter is, heeft hij betere geleiding. Dus dan moet hij beter. Maar je hebt toch het gevoel dat... Ja, ik weet niet. Ik vind dat borsteltje denk ik iets fijner.
gedaan. Dus dan ga ik het even van mijn kop afhalen. Ik ben ook geen beauty expert of wat dan ook. Ik vond het gewoon leuk om te proberen. En ik wil ook, zeg maar, dingetjes voor mezelf uitproberen om bepaalde dingen ook leuk te houden. Dus verzorging van jezelf en zo. Dus ja, dat wil ik wel weer een beetje gaan proberen op te pakken. Voordat ik Jordi kreeg, was ik daar wel echt iemand in die deze dingen gewoon voor de plezier ook deed. En sinds dat ik mama ben, is dat toch allemaal wel minder, moet ik zeggen. Dus ja, dan heb je toch wel altijd het gevoel van, ik heb daar geen tijd voor. Maar je moet er tijd voor maken en ja, dat weet ik. Alleen, voor mij is dat dan weer geen prioriteit. En dan moet het wel weer een beetje worden dat ik daar wel een beetje, ja, ga doen. Dat dat toch een beetje mijn, ja, Mandy weer terugkomt, laat ik zo zeggen. Dit ruikt gewoon als een crème. Dit is gewoon een klassiek crème wat je qua geur ruikt. Het smeert niet vervelend. Ik vind het op zich altijd wel lekker als het iets of wat natter is. Tenminste een natter gevoel is. Vind ik persoonlijk dan. Dat je ook echt het gevoel hebt van, hé, ik smeer iets op mijn gezicht. En ja, het trekt in, zeg maar. Dit is ook lekker plakkerig. Ik hou daarvan. En het is niet rood of zo. Want het is wel eens zo dat ik iets op mijn gezicht smeer en dat ik denk, wow, dat brandt. Maar nee, ik vind het eigenlijk wel heel lekker, moet ik zeggen. Het is ook vaak zo dat ik wel voorzichtig ben met iets op mijn gezicht smeren. Maar ja, ik moet zeggen, voor 5 euro, het valt mij niet tegen voor 5 euro. Want ook de crème is daarna ook gewoon opgedroogd, is weg. Op mijn gezicht ook, het is weg, het is opgedroogd. Ik heb niet het idee dat ik iets op mijn gezicht smeer en dat het zo vet is of wat dan ook, dat het... Dat. Dus voor mij is het wel degelijk iets om vaker te doen. Dus ja, voor mij dan, hè. Voor een ander hoeft dat natuurlijk niet. Maar goed, dit was dus wat ik wilde laten zien. Ik ga heel eventjes bij Jordi kijken en eventjes dit opruimen. En dan zien we weer verder. Er is iemand wakker, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat ben jij. Ga je mee naar beneden? Ja? Je grote broer wilde niet slapen. Nee. Dus die gaan we nou naar beneden dan. Ja? Oké. Okay. Liam die is inmiddels ook wakker. Die was niet zo heel blij. Ik denk dat hij zich nog steeds niet 100% voelt. Jordi wilde niet slapen, maar die is nou in slaap gevallen. Dus die heb ik daar neergelegd. En ja, zo gaan we maar verder. Laat ik hem een uurtje slapen. En dan... Ja... Gaan we maar weer verder met waar we mee bezig waren. Ik wilde eventjes iets delen, zeggen tegen jullie. Ik heb 2 vlogs geleden heb ik gemeld dat die vriendin van mij een gehandicapt zoontje heeft dat er van alles aan beloofd is enzovoorts. Zij heeft jullie reacties ook allemaal gezien. En god, wat waren jullie lief in de reacties. Als jij een kind hebt met een handicap, dan krijg jij niet altijd zulke reacties. En heel veel van mijn volgers kunnen zich dat waarschijnlijk niet voorstellen. Maar ook heel veel volgers kunnen zich dat wel voorstellen. Want ik weet dat ook heel veel volgers van mij van ons een beperking hebben. En ik wil heel eventjes zeggen dat jullie echt hartverwarmende reacties hebben gehad. En daar wil ik jullie voor bedanken. Dat wilde ik even zeggen. Verder, Niels is nu sporten. Die jongen heeft wat ontspanning nodig, dus die is dat nu doen. Jordi was nog wakker.
Ik ga hier zo dadelijk een beetje opruimen. En als Niels thuis komt, helpt hij me nog een beetje mee. Morgen blijft Jordi ook gewoon thuis. Woensdag blijft hij gewoon thuis. Dus dat is de bedoeling. En ja, ik ga gewoon hier eventjes aan de gang en kijken gewoon wat schip strandt. Ik heb zo'n gedachte van wat vandaag niet komt, dat komt morgen wel. En ja, ik heb een ziek kind. Of ja, ziek kind. Hij heeft oorpijn. Hij voelt zijn eigen verder gewoon prima. Laat hij tenminste zien. Hij doet wel tanden knarsen, dus hij heeft wel pijn, dat wel. Maar hij is niet ziek, ziek, ziek van, zeg maar, dat. Dus ja. We gaan het gewoon zien hoe het allemaal loopt. Maar dat betekent wel dat ik gewoonweg iets meer energie moet leveren aan de hele situatie. Dus vandaar. Ja, ik ga dus gewoon wat opruimen en doen. En ik zie jullie gewoon de volgende dag weer. Een hele goede morgen. Ik heb vannacht ruk geslapen. Niet door de kinderen. Gewoon, ik voel mezelf ook niet helemaal op die toppie. Dus ik weet niet wat ik vandaag ga filmen. We gaan het zien. Ik heb even kaassosties gemaakt voor de heren. Sammy die zit aan het uitproberen, lekker laten doen. We hebben altijd een juf nog. En Jordi is gek aan het doen. Maar die is ook lekker kaassosties aan het eten. Hé hey, jongen, lekker eten hè. Kijk, Jordi is ook kaassosties aan het eten. Alsjeblieft. Lekker happen. Ik ben straks met de kinderen na het eten in bad geweest. En we hadden burrito's gegeten, had ik zelf gemaakt. En toen zijn de kindjes naar bed toe gegaan. Jordi slaapt half half, die slaapt om en om. Maar die is net nog extra wakker geworden omdat Sam begon te huilen. Sam zit nu hier beneden, heeft net een kontkanon gehad. En zetpil. En ja, dat is een beetje de situatie nu. Ik laat eventjes de zetpil inwerken. Dan krijgt hij nog een beetje fles van me. En dan gaat hij weer naar bed. Liam die heeft een schimmeltje bij zijn balzakje zitten. Dus die ben ik nu aan het behandelen met ja, speciale schimmelzalf. Ik herken het namelijk van Jordi. Ik herken het uit duizenden. Inmiddels is Niels thuisgekomen. Hebben we nog even een beetje opgeruimd samen. En hij is gaan douchen. Hij ligt nu in bed. Ik ben net klaar. Ik wil bij deze de vlog ook afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.